Dames en heren, we gaan naar agenda 9. Verbouwing bestuursvleugel. En ik verzoek u ook de discussie toe te laten spitsen op het voteren van het krediet. Wie van u wenst het woord op agenda punt 9? Ik denk dat elke fractie daar wel iets over wil zeggen. Ik zie de heer Luijendijk. Het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met een woord van dank voor de beantwoording van de laatste technische vragen naar aanleiding van de laatste commissievergadering. Duidelijk is dat een en ander niet is goed gegaan. De wethouder heeft vorige week daar al toelichting over gegeven en heeft ook namens het college een excuses aangeboden. En wat CDA betreft is dat ook aanvaard. Analyse over de overschrijding. Volgens mij kunnen we het beperken tot verkeerd gecalculeerd, verkeerde begroting. Die is niet betrouwbaar gebleken en dat komt met name rondom de luchtbehandeling die in de notitie staat. Daarnaast is men vergeten de staartkosten van de aannemer mee te nemen en dat behelst al vaak al zo'n 10%. De vraag is dan, zijn de kaders rondom de soberheid veranderd of niet veranderd? Nou, de wethouder heeft aangegeven dat wat er nu staat is wat er minimaal moet gebeuren. Nou, het CDA betreft, is het dan ook wat moet, dat moet. En we waren wel sober, dus wij kunnen instemmen met dit voorstel. Dank u wel. De heer Heijboer, gaat u gang. Voorzitter, dank voor het woord. Voorzitter, de gemeenteraad die besloot een jaar geleden unaniem dat de verbouwing van het gemeentehuis zich dient te beperken tot wettelijke eisen op het gebied van klimaatbeheersing en arbo-gerelateerde zaken. Plus het in werking houden van het audiosysteem. En in een eerder voorstel voor een grootschalige verbouwing zag de gemeenteraad helemaal niets. En de EVB staat daar nog altijd achter. Voorzitter, onze fractie wil ten eerste een paar opmerkingen maken over het gevolgde proces. Daarover is onze fractie niet tevreden. In onze optiek was tijdens het proces vanaf begin dit jaar al zichtbaar dat zich overschrijdingen van het budget aandienden. Maar zonder raadpleging met de raad is het proces doorgezet. En door de raad was vlak voor het reces waarin de werkzaamheden gepland staan te informeren, voelen we ons toch min of meer voor het blok gezet. En dat vindt onze fractie echt onmenselijk. Dan het voorstel op zich. Onze fractie vindt 495.000 euro aan meerkosten boven de oorspronkelijke raming echt erg veel geld. En voorzitter, klotsende oksels vanwege een niet goed werkende klimaatbeheersing of niet, we praten wel over het uitgeven van gemeenschapsgeld. En zulke overschrijdingen moeten we volgens mij kunnen uitleggen aan onze inwoners voordat wij ons akkoord hier aan kunnen geven. En om die reden hebben wij vorige week schriftelijke vragen gesteld. En uit de beantwoording van het college plus een toelichting tijdens een ingelaste commissievergadering van vorige week is naar voren gekomen dat 1. Onderdelen nu schrappen op termijn toch uitvoering behoeven vanwege onder meer actuele arbo-richtlijnen en veiligheidsnormen in publieke gebouwen. En 2. Dat opsplitsing van het project tenminste 25% aan extra kosten teweeg zou kunnen brengen. En ik heb wel een vraag aan de wethouder of hij kan aangeven of deze kosten, nu de kosten zijn waarover wij spreken, of dat wij over een paar maanden weer een die tegemoet kunnen zien waarin meer kosten worden aangekondigd. En tot zover, voorzitter. De eerste termijn, dank u wel. Dank u wel. Geef graag het woord aan de heer Arnold. Dank u, voorzitter. Nou, wij ook. Op de eerste plaats zijn we natuurlijk niet te spreken over het afgelegde bestuurlijke proces, maar daar heeft de wethouder wel zijn excuses aan voor aangeboden en ook wij accepteren die. Ja, op zijn zachtst gezegd mag dit natuurlijk de hoofdprijs, ja, het krijgt de hoofdprijs wel, maar dat mag het eigenlijk niet krijgen. Nou, desondanks is D66 voorstander van de voorgestelde verbouwing en de daarbij in de papieren lopende financiële gevolgen. En de volgende redenen spelen bij onze overweging een rol. Er moet iets gedaan worden aan het klimaat binnen de bestuursvleugel.
en zal in onze ogen moeten voldoen aan de arbonormen. We maken het regelmatig mee, we zitten er zelf middenin. En dit betekent dat in wezen de hele zaak hier open moet. En gegeven dit feit is D66 van mening dat we het beter maar in één keer goed kunnen doen. Anders zitten we over enkele jaren weer met voortbouwkundige problemen. Ook al is de prijs van de verbouwing met een grote overschrijding fors te noemen, toch zijn we ervan overtuigd dat een en ander sober wordt uitgevoerd. We spreken hier echt niet over dat er gouden kramen worden geïnstalleerd. Tot zover, hè, voorzitter. Dank u wel, geef graag voor de heer Jippes. Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat wij in openbaarheid de overschrijding van de voorgenomen verbouwing van de bestuursvleugel bespreken. Ook de VVD-fractie was niet blij verrast, net als de andere fractie, en zo begrepen wij de correspondentie van de wethouder, was ook het college niet blij verrast. We zijn dus al verrast door de substantiële verhoging van het voor de verbouwing van de bestuursvleugel benodigde budget. In onze fractie hebben wij gekeken naar de mogelijke oorzaken van deze onaangename verrassing. En wij komen daarbij tot twee mogelijkheden. De eerste, als bestuurders, en dat zijn wij als raadsleden, collegeleden, denken wij met alle goede bedoelingen dat wij als bestuurders kunnen bepalen wat een behoorlijk complexe verbouwing als die van de bestuursvleugel zou moeten kosten. Natuurlijk zitten in onze raad leden met bepaalde kwaliteiten op dit vlak en gebruikt het college adviseurs die daarover een inschatting zouden moeten kunnen maken. Maar geen van hen weet op het moment van vaststellen van het budget exact wat nodig is voor de gewenste verbouwing te realiseren. Dat blijkt pas als er een gedetailleerd, definitief ontwerp ligt en er door de markt een prijs aan is gehangen. Kortom, dit was niet te voorkomen, want alle bestuurders hebben naar eer en geweten gedacht dat het voor het grote bedrag zou moeten kunnen. Wij allen dus. De tweede mogelijke oorzaak. Als bestuurders zijn we waarlijk al jaren erg voorzichtig met het uitgeven van geld voor het bestuurlijk proces. Immers, pas als je zelf zuinig bent, kun je dat ook van anderen vragen. We weten allen dat de Vox Populi, ofwel de man en vrouw op de straat, het plezierig vinden om ze kritisch uit te laten over de uitgaven van hun portemonnee ten behoeve van bestuurders. En daarmee ontstaat een morele druk om uitgaven niet al te hoog in te schatten. Mag het onsje minder zijn, is dan ook steeds de vraag. Ofwel, je komt persoonlijk te laag uit. Dan staan we nu op het punt. Doen we het of doen we het niet? De VVD is van mening dat als je het doet, je het in één keer goed moet doen. En we weten dat als je het goed doet, de levensduur van de verbouwing de afschrijvingstermijn van 10 jaar ruim zal overschrijden. Zelfs de huidige slechte situatie bestaat al meer dan 12 jaar. En in de kern bestaat het gebouw al meer dan 50 jaar. En een oplossing voor half geld blijkt op termijn, vanwege de extra herstelkosten, meestal een veel duurdere oplossing. En last but not least. Deze investering in de bestuursvleugel doet ook recht aan het faciliteren van de rol van de burger. Als deelnemer in het politiek-bestuurlijke proces en als toeschouwer en volger daarvan. Immers, er staat in het Latijn bij de ingang niet voor niets, burger, dit is uw huis. Ofwel, haec tua domus civis. Dank u wel. Dank u wel. Ik spreek wel aan het woordje Latijn. Heer Meinders. Goed, dank u wel. Ja, het gaat over een extra krediet van een half miljoen. De aanloop naar de verbouwing van de bestuursvleugel is lang en zorgvuldig geweest. We hebben al bij de voorjaarsnota 2015 zijn de moties aangenomen en bij de begroting 2016 is er een besluit overgenomen. En als raad nemen we een besluit op basis van de informatie en onderbouwing die er dan ligt. En dan is het zeer belangrijk dat die onderbouwing en de informatie die we dan krijgen klopt en dat die ook compleet is. En naar nu blijkt, was dat niet compleet of klopte die niet, want het budget is een half miljoen te laag ingeschat. En ons inziens was dat met een beter onderzoek vooraf wel te voorkomen. En ja, dat zo'n situatie, het nemen van besluiten op basis van oncomplete of onjuiste informatie, is ernstig. En wat dat betreft hopen wij als fractie dat de resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Want we gaan weer naar een voorjaarsnota
En ja, er zijn weer veel onderwerpen die nog ingeschat moeten worden. Maar voorzitter, ook in de aanloop naar deze plannen hebben we wel nagedacht over de noodzaak van deze gebouwen. Of dat we met de informatie die we nu hebben in het verleden bij de begroting een andere beslissing hadden genomen. Of misschien een andersoortige verbouwing voor ogen hadden, dat weten we niet. Maar dat kunnen we nu ook niet meer veranderen, want dan gaat het veel extra geld kosten, er is al wat over gezegd. En de noodzaak van de verbouwing onderstrepen we nog steeds. Dus met tegenzin, omdat het niet anders kan, zijn wij wel akkoord met deze beslissing. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan mevrouw Van Dursen. Ja, dank u wel. Ja, het is al een paar keer genoemd. Het benodigdheidskrediet van bijna 500.000, wat nu nodig is om de bestuur, voor de verbouwing van de bestuursvleugel. Ook is al genoemd dat het uiteraard slordig is van het college hier zo laat mee te komen. Maar, zoals in de commissie is gezegd, wat moet, dat moet. Laten wij het nu goed aanpakken, want we willen niet over een paar jaar weer een soortgelijk, met een soortgelijk voorstel geconfronteerd worden. Belangrijk voor de PvdA is dat wij niet achteraf weer verrast worden met extra kosten. En dat is toch wel even een gewetensvraag aan de wethouder. Kan die dat garanderen? Dank u wel. Dank u wel. De heer Kooijman namens GroenLinks. Een lastig onderwerp, omdat de verschillende politieke partijen niet willen uitstralen dat we goed voor onszelf zorgen. Aan de andere kant, dat wat moet, moet. Nou, we hebben er vorig jaar al over gesproken, een uitgekleed voorstel, en er is gebleken dat dit eigenlijk tot meer kosten leidt. Ook zijn wij overvallen door het tijdstip en het bedrag wat overschreden wordt. We vonden, ja, dat voelt niet goed en dat moet ook niet voorkomen. En ik neem aan, ik ga ervan uit dat men hiervan leert. Ik heb ook nog een waarschuwing, een ander punt. In een proces als dit mag het wat minder, lopen we ook het risico de dingen die wel moeten gebeuren niet te doen. In de notitie wordt bijvoorbeeld de LED-verlichting genoemd. Nou, het zou ons inziens een verkeerd besluit zijn om deze post uit de plan te halen. Nog een ander punt. Een koelinstallatie in verband met klimaatbeheersing. We gaan ervan uit dat bij de keuze voor die koelinstallatie een apparaat wordt gekozen wat, laten we zeggen, ook duurzaam is. En wat wil zeggen de komende 10 jaar ons niet op grote lasten jaagt met betrekking tot de energiekosten. Graag een reactie van de wethouder erop. Wij zijn voor het om het krediet beschikbaar te stellen. Geen luxe zaken, vooral sober, maar wel efficiënt. En anticiperend op ons duurzaamheidsbeleid. De bestuursvleugel en de raadzalen zijn ook het gezicht van ons, van de gemeente Barendrecht. Een niet werkende geluidsinstallatie, een niet werkbaar klimaat en achterstallig onderhoud passen daar niet bij. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan wethouder Van Hoors. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst dank voor het aanvaarden van de excuses namens het college. Zoals u ook al zelf heeft betoogd. Ja, verdient dit absoluut niet schoonheidsprijs. En dat trekken wij ons als college ons zeer aan. En uiteraard zullen wij hier ook beterschap in betrachten in de toekomst. Ja, helaas is de inschatting die wij gemaakt hebben gebleken niet de juiste. En bleek dus dat, of het is inderdaad dat er een tekort ontstaan was. En dat de extra krediet, dat ligt nu uiteraard voor. Wat ik in de commissie al heb betoogd, is dit echt de noodzakelijke wijzigingen die gedaan moeten worden. Met het minimale variant, in de zin van er zit niks extra's bij, niks luxe. Dit is gewoon echt doelmatig en is ook inderdaad noodzakelijk. En de EVB gaf nog een vraag, maar dat is gelijk ook de vraag van de PvdA. In dit geval zijn dit echt de kosten. Voor zover wij inschatten, wel. En om dat dus ook inderdaad op die manier te verankeren, zit ook in het uitvoering en de volgstap in het raadsvoorstel. Het voorstel van ons om die kosten te beperken, stellen wij dus ook voor om een vaste aannemingssom met de aannemer af te spreken. Dat kunnen we nu doen, omdat we met een open calculatie samen met in de voorlopige gunning met de aannemer hebben doorgenomen wat er allemaal gedaan moet worden. Dus die willen we dus ook gaan maximaliseren ten aanzien van het totale krediet wat u ons verstrekt. Dan worden we dus ook niet verrast en dan kunnen we dus ook niet verrast worden de extra kosten. Want dan wordt gewoon een fixed price afgesproken. En dan zal die aannemer het in dit geval dus ook voor moeten doen. Dus in die zin kan ik u, voor zover dat ze dingen kan garanderen, uiteraard garanderen dat wij het voor een vaste prijs gaan doen. En dat is dit de kosten zijn die ervoor zijn.
Dan nog de opmerkingen van GroenLinks ten aanzien van de duurzaamheid. Als college hebben wij ook daar ook voor gehad. In die zin, in eerste instantie stond de ledverlichting daarin niet in meegenomen. Hadden we dat in eerste instantie als besparing opgevoerd. En hebben wij dus uiteraard in het kader van duurzaamheid, maar ook in het kader van de toekomst gevonden dat we dat dus inderdaad wel moesten doen. Zodat inderdaad in de investering is dat iets duurder, maar op termijn levert dat gewoon geld op. En vandaar dat we die dus inderdaad uit de bezuinigingslijst hebben gehaald en toch hebben toegevoegd aan het totale krediet wat wij nu vragen. Ten aanzien van de apparatuur die wij dus aanschaffen, uiteraard zullen wij daarna kijken naar de meest duurzame variant binnen het budget wat u uiteraard nu ons geeft. En daar wordt uiteraard in alle aanbestedingen die wij doen als gemeente, wordt daar gekeken in de duurzaamheidscomponent. Dat is een vast onderdeel van onze aanbesteding, maar ook onze uitgaven. Voorzitter, ik denk wat mij betreft ook gezien de beperkte mogelijkheid om in te gaan op een aantal zaken, wil ik het hierbij laten. En nogmaals, zeg ik toe in ieder geval beterschap. En ook wat betreft de informatieterrein van het project, zal ik u uiteraard regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en waar nodig inderdaad ook bijpraten. Dank u wel. We gaan naar de tweede termijn. Wie van u wenst de tweede termijn? Ik zie de heer Jippers. De andere, de heer Heijboer. Graag de heer Jippers het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij waren in de eerste termijn, laat ik maar zo zeggen, helder over de goede intenties van een ieder. Maar nu komt het moment, en het is ook door andere fracties gevraagd, om niet alleen goede intenties te hebben, maar ook boter bij de vis te leveren. De twee vragen die we nu hebben aan de wethouder zijn: wie volgt dan de bouw? Wie gaat het nu het hele proces monitoren? Want ja, je kunt wel een eenheidsprijs afspraken, maar het gaat natuurlijk ook over wat wordt opgeleverd. Dus dat proces moet nou gemonitord worden. En wat is de rol van, laat ik me zo zeggen, een mogelijk bouwmanagementbureau om dat te begeleiden? Dank u wel. Dank u wel. De heer Heijboer, aan u het woord. Voorzitter, dank. De eerste vraag was eigenlijk dezelfde die collega Jippers stelde. Nu onder een begeleidings... proces wordt overzien. Voorzitter, nou goed, hoewel laat geïnformeerd en alle voor- en tegens tegen elkaar afwegend, gelet op de beantwoording van de wethouder, vinden wij de mogelijkheid op uitstellen of splitsen van het project niet wenselijk. En onze fractie die dringt er inderdaad, wat de wethouder ook zelf al aangaf, wel aan om in de toekomst transparanter te zijn. Wat betreft dit soort aanbestedingen. Want nogmaals, wij moeten als raadsleden dit ook kunnen uitleggen aan onze inwoners. Of eigenlijk beter, de ramingen moeten gewoon goed zijn. Tot zover. Dank u wel. De heer Meinders, aan u het woord. Dank u wel. De wethouder geeft aan dat hij toezegt dat hij het proces in de toekomst zal verbeteren. Maar dan ben ik wel benieuwd, wat houden die verbeteringen dan in? Welke lessen hebben we hieruit getrokken? Dank u wel, wethouder Van Noord. Om maar met die laatste vraag te beginnen. Wij als college hebben wij gedacht u mee te nemen in het proces waarbij we ook regelmatig geïnformeerd door middel van raadsbrieven. Achteraf bezien is de les die wij als college hieruit trekken dat beter had geweest als wij u gewoon mondeling hadden bijgepraat en u inderdaad intensiever in het traject hadden betrokken dan we op deze manier hadden gedaan door alleen maar te informeren over het project in plaats van u ook inderdaad bij het project te betrekken in de zin van de mondelingen, commissies of inderdaad speciale vergaderingen. Er is uiteraard een klankbordgroep geweest in de aanloop van dit project. Ja, achteraf bezien, en dat is denk ik ook een les die wij uit kunnen leren, is dat waarschijnlijk onvoldoende geweest. Want die klankbordgroep hield op het moment dat er inderdaad een ontwerp was. En inderdaad een definitief ontwerp is die verder daarna niet meer meegenomen. Dus dat zijn denk ik de lessen die we hieruit kunnen leren. Waarbij dus inderdaad de samenwerking tussen het college en u als raad gewoon intensiever had gemoeten en gekund. Ja, het antwoord van de wethouder gaat vooral over de informatievoorziening en relatie tussen de raad en college. Maar ik ben ook erg benieuwd welke lessen we leren om te voorkomen dat dit soort budgetoverschrijdingen ontstaan. Als gemeente schakelen wij altijd bij het bepalen van aanbestedingen en definitief ontwerp een aantal bureaus in. Die bureaus adviseren wij ons hierover inderdaad. Die rekenen ook met marktconforme prijzen. Die weten ook in die zin wat er in de markt te halen valt.
Ja, helaas is door de calculatie die wij hebben gemaakt, door een aantal extra dingen die erbij kwamen, niet toereikend gebleken voor de daadwerkelijke kosten die we dus nu zien. En dat had te maken inderdaad met een aantal inschattingen die wij anders hadden gemaakt. En in dit geval helaas. In de toekomst uiteraard zullen wij daar gewoon scherper op zijn. Dan moet die bureaus veel gedetailleerder door dit soort zaken heen gaan, waardoor we dus inderdaad een betere calculatie hebben. Ook bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven ten aanzien van de kruispunt of eerdere bouwprojecten die we hebben gedaan, hebben we met dezelfde soort bureaus gewerkt. En is dat inderdaad wel gewoon netjes binnen het budget gebleken. Dus ik hoop ook dat dit een uitzondering is op de regels zoals we dit tot nu toe hebben gehanteerd. Dan naar de vraag van wie volgt de bouw. Uiteraard wij als gemeente zelf. Wij hebben een bouwkundige afdeling en een aantal bouwinspecteurs in dienst. En die zullen uiteraard minutieus de bouw volgen en op die manier ook terugrapporteren aan de stuurgroep die is opgericht. Om dus inderdaad de bouw te monitoren en te volgen. Dank u wel, dan gaan wij ook naar de besluitvorming. Ik wil alle partijen toch nog even langslopen. De heer Buijendijk namens het CDA. Voor. De heer Jippes namens de VVD. Voor. De heer Meijners namens ChristenUnie SGP. De afname van de beraadslaging en de verbeteringen die zijn toegezegd, daar zijn voor. Dank u wel. De heer Kooijman namens GroenLinks. Wij zijn voor. Mevrouw Van Deursen namens de PvdA. Wij zijn voor. De heer Arnold namens de D66. Voor. En de heer Heijboer namens de EVB. Voor. Dank u wel. Dan concludeer ik dat u inderdaad in unanimiteit eens is met het vragen besluit. Dit voorstel is unaniem door uw raad aanvaard. Dan gaan we naar de hamerstukken. De agenda